Hey kijkers van Toen Zijn Games, ik ben David en hiernaast is mij Dion. Hi. Yo. Jij had een heel goed idee, je zegt van, je bent net begonnen met Kingdom, Antropia is al een aantal dagen actief, je zegt gooi maar er even in en dan gaan we een call doen. Maar waar ging die call over? Die call ging erover dat er een nieuwe Kingdom komt waar Tease Games de koning van is. Ja, dat zou een groot drama zijn, wat betekent dat er een nieuw Kingdom is, dan moeten allemaal spelers van Yennava en van Antropia daarheen. Nou hebben wij dus met z'n allen in een TS-call gegooid en gevraagd, jongens, wie wilde weg? Niemand wou, dus moesten wij op een gegeven moment maar mensen kiezen. En misschien dat ze zelf ook moesten gaan kiezen. Ging dat goed, Dion? Het ging hartstikke goed, dus ik zou zeggen, veel kijkplezier. Ja, welkom. Jezus, wat een grote groep. Sorry. Goddammit, er zijn echt veel mensen. Daar gaat het ook gelijk een beetje om, omdat we met veel mensen zijn. Dit geldt eigenlijk voor Yennava en Antropia. Wij zijn eigenlijk wat te groot. Wij gaan dus wel nog een extra kingdom doen ook. Eén, voor sommige storylines hebben dat nodig. En twee, omdat er gewoon iets te veel mensen... Het moet een beetje beter verdeeld worden, zeg maar. Dus ook mensen die nou hier zitten in Antropia, die zullen waarschijnlijk naar die nieuwe al moeten. Ja, heel simpel gezegd. Komt een nieuw kingdom. De eigenaar kan ik ook op zich wel vertellen wie dat is, maar... Moet niet heel veel uitmaken, nee, dat iedereen toch wel gewoon op Kingdom wil blijven. En dat een Switch niet heel erg anders moet zijn. Zijn er nou al mensen die zeggen van ja, ik ben toch niet zoveel online of mij lijkt het wel wat of ik vind Antropia toch kut? Helemaal niemand? Dat wordt lastig. Ja, alleen het probleem is dat ik dan maar zo meteen mensen moet kiezen. En er zijn ook een aantal mensen die vanuit de whitelist staan die echt net nog maar één of twee keer ingelogd hebben ofzo. Wie waren dat? Weten jullie dat een beetje? Want jullie weten van elkaar wel wie er veel online is. Goh. Tom. Die heb ik sowieso nog nooit online gezien. Tom? Ik weet. Ja, Tom is ook maar één, twee, drie, in de groep heet Tom. Ja, en dan moet het ook nog een beetje bij de personen passen. Die nieuwe koning, zeg maar, is best jong. Als in, hij is geen 18 of 20 of zo, zoals de meeste. Dus het kan ook wel handig zijn om daar een ervaren iemand neer te zetten. Wie is het anders, vraag ik nog? Ja, dat gaan jullie niet geloven. Maar die is inmiddels heel erg gegroeid. Tease Games? Nee, Tease inderdaad, ja. Oh, dat was hij. Die wil zijn eigen kingdom starten. Nee, ik ben bloed serieus. Hij wil, zeg maar, eigenlijk meer mensen zoekt hij als body actor. En hij wil dan liever niet mensen constant in zijn kingdom rondlopen. Hij zegt van ja, dan gaat het toch alleen maar sets gaan kapot. Oké dan. Dus je bent niet, ja. Maar goed, dat moet elke koning zelf weten, zeg ik altijd maar. Ik ga gewoon even aan de allernieuwste mensen vragen in eerste instantie of die willen. Dus Dion en Sven. Ja, mij maakt het eigenlijk niet zo heel veel uit. Ja. Maar je weet dat je niet echt aan spelen toekomt, hè? Dan. Tenminste, wat hij nu zegt tegen mij. Oké, Sven zegt dus ja. Dion? Ja, nou ik... Ja, je bent letterlijk 2 minuten op het hoopje geweest, net. Welkom, maar... Ja, oké, yo. Nee, maar weet je, liefst niet. Als iemand anders voor mij in de plaats wil, liever. Want, en als ik zo een beetje kijk naar hoe dat met Ties gaat, als ik zo hoor. Maar als er echt geen optie is, dan... Ik hoor net van Samal trouwens dat Dennis waarschijnlijk daarheen gaat. Wat? Raadgever Dennis? Ja, die gaat jou het verhaal schrijven, zegt hij. Dan zou je in principe niet hoeven, Dion, maar dan moet jij maar iemand kiezen of zo, denk ik. Weet je, dan ga ik gewoon mijn ogen dicht doen en dan pak ik iemand eruit. En dan ga ik toch echt voor, Oh my god, jongen, waarom ik, jongen? Ik ken bijna niemand. Het is niet besloten, hè? Hij is niet in één keer koning of zo, ik bepaal het. Ja, maar ik heb al conflicten met Ties al gehad en zo. Ook al via Twitter, maar. Met Ties heb jij conflicten gehad? Ja. Vertel! Oké. Ja, ik zat bij hem team en toen had Ties mij geband en toen had zijn moeder uitgescholden. En die goed, nou we toch bij jou zijn. Wil jij dan daarheen of zeg je van nee, doe maar niet? Dan moet iemand anders zoeken namelijk. Ja, waarschijnlijk is die jou toch al vergeten, dus. Ja, die kans is heel groot. Ja, ik vraag me af, hè, wie heeft er de kingdom van Ties vroeger gevolgd eigenlijk? Zijn nagaat. Ik eigenlijk gewoon niet. Ik heb echt... Nee, heel eerlijk zijn, wie is dat gevolgd? Heeft die gozer überhaupt kingdom gehad dan? Ja, kingdom. Ja, dat weet ik niet eens, natuurlijk. Ik heb dat nooit van mijn leven gezien. Ik heb totaal niet meer. Ik heb het ooit een keer gehoord, maar ik heb het nooit gezien. Dus jij hebt het wel eens gevolgd, Susanne?
Ik heb King Wars inderdaad wel eens gevolgd, ja. Dus is het niet... Ja, daar kan jij teasen hoe die speelt. Misschien dat dat iets is. Nou, David. Dat is precies... Nee. Sander is het er ook nog niet zo lang bij Antropia, ja. Trouwens. Als je vergelijkt met Batuan of Jens, ja, of zo, okay. Die zitten er fucking lang bij. Ja, nou, ik denk dus... Ja, ik weet je, ik ben nieuw, maar dat komt in mij in mijn hoofd op als iemand dat al gezien heeft, of zelfs misschien bij de Kingdom heeft gezeten bij van hem. Of zijn King Wars, hoe dat ook mag heet. Ik geef trouwens even die naam alvast even door aan hem, hoor. Ik ben er zo weer, boys. Ja, hey, Tanje, dat scheelt me dat wij niet... Ja, maar zo erg worden. Is toch niet, jongens? Kan toch gewoon? Ja, Tanje. Ja, Dion, eigenlijk wel, want dan dat scheelde wij twee minuten gekozen hoeven worden. Ja, klopt. Ik hoef niks met Ties om het zo te doen. En Jordi, we gaan hem ook de pinda laten doen. Ja, maar heb je dan een haat aan Ties ofzo? Kom ook de pinda haat. Ik hoef het minst, zal ik het zo zeggen, ik heb gewoon het minst mogelijke met Ties. Want ja, ik heb gewoon niks met die gozer en ik hoef er op zich ook helemaal niks mee. Nou ja, is niet echt je maat hoor, maar... Kijk, nou, haat vind ik een groot woord. Kijk, ik zit liever gewoon waar ik nu in Entropia zit en ik no-life iedere dag door zo... Lang ik kan, wat ik nu ook doe, sinds dat ik erop kan. En ja, om in een kingdom te zitten waar ik waarschijnlijk niks kan gaan bouwen of wat dan ook, heb ik geen zin in, sorry man. Een Ties is wel makkelijker over te halen dan bijvoorbeeld een Milan of zo. Of een David, ja oké, dat zal wel, man. Oh, is David zo moeilijk dan? Nou, David, je zegt makkelijk, man. Nou, ligt eraan op wat. Nou, kijk, Ties heeft er verder ook niet echt heel veel verstand van. David zit, het is David zijn idee was het toch, Kingdom, dus... Ja, ja, ja. David ja, zit klopt. Er iets dieper in dan Ties. Ja, dat is en zeker En Ties wil wat ervoor, voor... ik doe mijn headset op. Oh, en dat klinkt heel verkeerd. Ik ga op punt om te unmuten. En het eerste wat ik hoor is, David zit er dieper in. Nou, je had het op... Dat is wat she said, jongen. Dank u. We moeten nog twee mensen hebben, jongens. Ja. Nou, laten we met de groep stemmen dan. En dat betekent dat je zelf veilig bent. Bas en eruit dan? Zeg maar ja of nee. Jongens. Nou, ja. Die Bas, ja. Daar ben ik het wel mee eens. Ik vind het alleen klote, want ik vond hem wel aardig. Maar weet je, ik zal hem nog vaak genoeg spreken, dus... Het is niet dat hij doodgaat nu of zo. Nee. Nu komt hij heel depressief. Dion, jongen. Maar eigenlijk, als ik het dus begrijp, dan... Stemmen jullie dus gewoon mensen weg, ook al zijn ze actief, zeg maar, gewoon om je eigen hachie te redden. Ja. Nee. Ja, ik wil gewoon zeggen dat het echt kut is, maar ja. Maar ik stel me niet veel, ja. Ik zit verder niet in dinges, dus... Ik ben hier om te bouwen. Ja, jongens. En als ik... Nee, maar kijk, jullie zitten nu elkaar echt keihard te backstabben, dat weet je. Dat is fucking lullig. Maar hoe zat het met die Tom, man? Fucking lullig. Maar weet je... Hoe gaan we die Kingdom noemen eigenlijk, David? Ja. Ik denk Kingdom Troll. Kingdom Troll, denk ik. Nice. Nee, Troll. Heb ik weer die mooie Kingdom Turkos. Jongens, jullie zijn knijtershard getrold. Even dat jullie het weten. Oké, maar... Niemand maar het was leuk geweest. Ties met zijn eigen. Ja, echt, hè? Oh, wow. Oh my god. Het bestemt voor de Yes. Het komt nu bro. Het Yes. Sven, je hoeft niet weg, Sven. Het komt goed. Je mag gewoon Oh my god. Het bestemt. En nou, godverdomme, allemaal weer aan het bouwen. Het bestemt. Jongens. Het besef kwam echt 5 tot 10 seconden later. Super grappig. Dion, jongen. Nee, maar kijk. Waarom pak je mij? Oh. Ja, het is niet er mee eens? Ja. 20 mannen aan pakken, natuurlijk, mij. Ja, sommige mensen die doen echt alles voor een Kingdom Invite, hè? Zeker weten. En dit was ook echt geniaal. Dus als jullie dat ook vonden, geef deze video dan even like. Abonneer even, reageer even. En laat nog even achter welke pranks wij de volgende keer kunnen gaan doen. We luisteren altijd naar jullie ideeën. Later, boys! Yo!